Dag dames en heren, er staat een wisselvallig weekend op het programma met vooral tussen zaterdagmiddag en zondagochtend in een groot deel van het land flink wat regen, plaatselijk meer dan 20 mm, maar vooral zondag overdag zullen we vaak ook dit soort luchten zien, misschien een paar regenbogen, maar ook zeker ruimte voor wat zon. Nou, het wisselvallige weer hebben we te danken aan een lage drukgebied ten noorden van ons en daardoor trekken meerdere neerslagzones over onze regio heen dit weekend. De afgelopen dagen was dat al vaak zo en we zien in de Middelgebergtes, in de Ardennen, maar ook in het Sauerland toch wel een signaal voor sneeuw. Daar kan de komende dagen toch wel tussen de 10 en de 15 centimeter sneeuw nog eens bijvallen. Dat ligt op sommige plaatsen al zo'n 10 centimeter. En na het weekend, dan neemt geleidelijk een hoge drukgebied het over in onze regio. Wordt het wat minder wisselvallig, maar de komende dagen hebben we daar dus nog wel mee te maken. Zaterdag overdag begint nog droog. In de ochtend is het zelfs vrij koud. Met name in de hele oostelijke helft van het land zal het eerst nog een graadje vriezen. Maar overdag loopt de temperatuur op naar zo'n 4 graden. Daar schijnt eerst de zon nog, maar vanuit het westen zien we de bewolking in de ochtend al toenemen en 's middags volgen ook perioden met regen. Nou, zoals gezegd gaat die regen langdurig aanhouden, waarschijnlijk zelfs op de meeste plaatsen tot en met zondagochtend. Nou, het weerbeeld voor zondag is dan wel een stuk vriendelijker. In de ochtend dus nog bewolking en regen, vooral in het oosten. Dat trekt geleidelijk weg. En vanuit het westen zonnige periode, maar ook nog wel de vorming van een paar buien, misschien met hagel of een klap onweer. Het wordt wel iets zachter met een graad of 7 en er staat een stevige wind uit het westen tot zuidwesten. Na het weekend wordt het allemaal wat rustiger en droger. De zon krijgt wat meer ruimte. Er is nog wel een enkele bui mogelijk, maar de neerslaghoeveelheden worden duidelijk kleiner. En de nachten worden daardoor ook wat kouder. Temperaturen in de loop van de week landinwaarts mogelijk rond het vriespunt. En overdag is het vrij normaal met maximale graad of 6. Ik wens u een mooi weekend.